Die gaan schieten voor de finale van het Nederlands kampioenschap. Handboogschieten indoor 2014 in Amsterdam. In de klasse recurve dames. En een luid applaus en een lekker muziek. Van de dames hier het veld op. En we gaan zo dadelijk kijken naar de finale tussen. In de linkerbaan Rozemarijn Dekker. Wat uitmaakt inhoud dat op de rechterbaan Sarina Laan. Beide lid van een oranje ploeg. Rozemarijn lid van Rood Oranje, om het zo maar te noemen. En Sarina lid van Jong Oranje. Beide dames trainen ook regelmatig op Papendal om het niveau waarin ze bezig zijn nog hoger te kunnen krijgen. De opzet is in principe hetzelfde. Setsysteem, alternate, dus ze schieten om en om een pijl. En de dames hebben 20 seconden om hun pijlen weg te schieten. Sarina is begonnen en Sarina begint met een 10. En Rozemarijn kan haast niet anders dan antwoorden, ook met een 10. En als dit het niveau is wat we verder gaan zien, dan wordt het een spannende match. Twee pijlen hebben de dames nog steeds het evenwicht. 19 om 19. De laatste pijl zal gaan bepalen wie de set gaat winnen. En hoe het gebeurt is even wat lastig te bepalen, maar Sarina schiet haar pijl mis. En Rozemarijn schiet er een 8 bij. Wat betekent dat de eerste set automatisch gaat naar Rozemarijn Dekker. En zij leidt met 2-0. Het enige wat kunnen hopen is dat Sarina dit gauw van zich af kan zetten. 10 regen is 90 punten voor Sarina. Zodat zij in de volgende set weer net zo enthousiast kan beginnen als dit ze net heeft gedaan. Het blijft een belangrijke mix, het boogschieten, van concentratie, van mentale kracht en een stuk lichamelijke kracht. En een stuk spierherkenning, of elke keer hetzelfde te kunnen doen. Op het moment dat je de finale ronde schiet, zoals nu, is ook het mentale daar erg belangrijk in. Dat kan nogal wat invloed hebben op hoe je aan het schieten bent. Dus jezelf weer opladen voor de volgende set is erg belangrijk voor deze dames. Sarina zal deze tweede set gaan beginnen, omdat zij op dit moment achter staat. Sarina lijkt zich knap hersteld te hebben en begint met een 10. Rozemarijn een 9. Sarina een 9 met haar tweede pijl. En Rozemarijn doet hetzelfde. En nu de derde pijl voor Sarina. Waar het net mis ging. Schiet ze op dit moment een 9.
En Rozemarijn antwoordt met een 10. Wat inhoudt dat beide dames in dit geval 28 punten zouden hebben. En dat de zetstand 3-1 zou worden in het voordeel van Rozemarijn. En buiten de derde pijl van Serena na hebben de dames maar één pijl in het rood geschoten en de rest allemaal in het geel. Dus wij gaan verder met de derde set. Met een 3-1 stand in het voordeel van Rozemarijn Dekker. En de scheidsrechters hebben de baan weer vrijgegeven, dus de dames gaan verder met de volgende set. Sarina. Gevolgd door een 8 voor Rozemarijn. Een 9 voor Sarina. Dat is een randje tussen de 10 en de 9. Het lijkt erop dat het een 10 is. Maar er zal nog een beoordeling plaatsvinden door de scheidsrechter om aan te geven of het ook echt zo is. En nog een 9 voor Sarina. Sarina schiet dus in deze set 28 punten. En Rozemarijn schiet er met haar laatste pijl 9 punten bij. Dus deze set zal gaan naar Sarina, die daarmee de stand gelijk trekt op 3-3. De scheidsrechters zullen nog gaan beoordelen of datgene wat wij vanaf afstand moeten zien ook wel goed is. Scores voor Sarina. 10-9-9. En de score van Sarina is bevestigd. Al zijn de 28 punten 10-9-9. 9-8. En Rozemarijn inderdaad een 10-9-8, 27 punten. Waarmee de setstand op dit moment 3-3 is. Een gelijke stand. Hiermee kun je dus ook meteen zien dat zelfs het schieten van een misser, doordat je een foutje maakt, niet rampzalig hoeft te zijn. Je verliest alleen die ene set. Waar in het verleden al geschoten werd op totaal aantal punten. En een misser redelijk rampzalig was, want dat haalde je bijna niet meer in. Dus tegenwoordig zo met het setsysteem dat je nog steeds de mogelijkheid hebt om een wedstrijd te winnen. En als het net zo goed als de dames voor kan doen, dan hebben we nog twee potjes te doen. Dus wij gaan nu kijken naar de vierde set. Waarbij wij natuurlijk hopen dat het net zo spannend wordt als bij de dames compound die eindigde in een shoot-off. Hoe dan ook, we schieten sowieso nog minimaal twee sets. Want mocht er een winnaar uit de komende set komen, dan is de stand 5-3. En dan gaan we door. Want de eerste die op 6 setpunten staat, heeft gewonnen. Sarina begint met een 9. Rozemarijn. Een mooie in het midden, een 10. Sarina, nog een 9. Rozemarijn schiet een 8. Het blijft een spelletje van concentratie en mentale kracht. Maar Sarina aantoont dat ze het goed opgepakt heeft naar haar misser.
Ze schiet er op dit moment weer een 9 bij. En houdt alle pijlen dus eigenlijk in het geel, zoals dat genoemd wordt. Rozemarijn schiet er een 9 bij. Wat zou betekenen dat ze in dit geval de setpunten zouden delen. Er zitten wat pijlen bij de randjes. Maar het lijkt erop dat het 27-27 is. En dan zouden we een 4-4 stand krijgen. En vanaf de 4-4 stand zouden we door kunnen gaan naar de winnaar. En de scheidsrechter heeft net de punten bevestigd van Sarina inderdaad. 27 punten met 3 negens. En van Rozemarijn een 10-9-8. Dus ook 27 punten. Setstanden 4-4. Na de volgende set krijgen we of een shoot-off of is het bekend wie de winnares is geworden van de medaille van de dames Riekurf in 2014. Omdat zij ook degene is geweest die de wedstrijd begonnen. En bij een gelijke stand is degene die de eerste set begint altijd degene die blijft beginnen. En dat is voor elke schutter weer anders of ze dat nou een voordeel vinden, ja of nee. Sarina begint met een 9. Rozemarijn zal een pijl zijn die beoordeeld moet worden door de scheidsrechter. Want of het nou een 9 of een 10 is hier vandaan niet te zien. Zelfs het beelden met de camera niet. Sarina, een 10. En ze heeft op dit moment al 19 punten staan. Rozemarijn, een 8. Dat maakt het moeilijk. Als Sarina een 10 schiet, is het voorbij. En heeft zij gewonnen. Maar dat is spanning. En Sarina schiet een 7. Wat de druk weer legt naar Rozemarijn. Die een 10 schiet. Dus afhankelijk van hoe haar bovenste pijl beoordeeld zou worden. Maar de dames hebben het blijkbaar al door. En het lijkt erop dat Rozemarijn met 27-26 deze set gewonnen zou hebben. En daarbij dus het Nederlands kampioenschap. Maar toch een verrassend einde. 10-9-8. En de scores zijn inderdaad bevestigd door de scheidsrechter. Dat Rozemarijn Dekker met deze score met 6-4 gewonnen heeft. De laatste set pakt met 27-26.